André Groeneveld is hier aangeschoven. Want jullie hebben vandaag een mooie week. Kunstenaars heb je uitgenodigd om deze kant op te komen. Om de mooie plekjes uit Noordoostpolder en Urken te schilderen, te maken, zeg maar. Waarom heb je dat gedaan? Waarom moesten de kunstenaars van buiten hier naartoe komen om dat allemaal te doen? Ja, dat klopt. Dit is de tweede keer trouwens dat we dit doen op Urk. 5 jaar geleden ook al een keer. Ja. We doen dit omdat we denken, en dat de organisatie Pittoresk Urk, Elisabeth Oost en ikzelf, omdat we in het verleden zijn een aantal kunstenaars hier naar Urk gekomen, hebben het dorp vastgelegd en we wilden eigenlijk kijken hoe pittoresk Urk nog steeds is. En dat is 5 jaar geleden goed gelukt. En nu in het kader van 100 jaar Zuiderzeewet leek ons dat een goed idee om dat te herhalen. Ik denk ook dat het dorp zich uitermate leent om prachtige plaatjes, mooie plaatjes van te maken. Het is nog steeds toch een bijzonder dorp, zeker de ligging en het dorp en de haven natuurlijk, hele bedrijvige haven. Ja, wat is het mooiste uit Urk wat je kan schilderen? Dat echt typerend Urk is. Hij zegt dat moet je de rechter niet. Dat moet in ieder geval een kerkje, de vuurtoren. Ik vind zelf de haven gewoon mooi, omdat het gewoon een bedrijvige vissershaven is. Ja. Dat vind ik een mooie plek. Ik vind de hoek, zeg maar, waar de vuurtoren staat, dat vind ik ook een mooie locatie. De kleine steegjes met de oude vissershuizen. Eigenlijk heeft elk hoek stukje heeft zijn charme. Natuurlijk. Maar, en dat geldt ook voor de polder natuurlijk. Als de kunstenaars die uitgenodigd worden, hebben die dan vrij spel? Mogen ze zelf zeggen, dat wil ik gaan schilderen of daar wil ik iets mee? Of zeggen jullie van nee? Want anders zouden ze allemaal naar hetzelfde. Ja, nee, in principe. Staan ze bovenop elkaar. In principe hebben ze wel vrij spel. Maar wat ik meestal doe, ik heb meerdere van dit soort kleine festivals, zeg maar even georganiseerd. Is dat ik wel locaties uitzoek. Mm-hmm. En wat ze dan schilderen, dat niet zo heel veel uitmaakt. Het is aan hun. Hoe is dat te interpreteren? Om dat te maken. Ja, en ook om die. In de marge die er is, de haven is ruim zat, om dan daar een selectie in te maken. Want anders gaat iedereen uit elkaar. En dan heb je ook het idee dat het een festival is, niet meer. En ik vind het ook wel goed om de link naar vroeger te leggen. Dus in het verleden zijn, wat ik zei, kunstenaars hierheen geweest. Die hebben ook bepaalde dingen vastgelegd. En het is goed om die wisselwerking te kijken of dat nog steeds interessant is. Ja, je zegt nu vooral Urk steeds, hè? Maar dat is ook Noordoostpolder, toch? Ja, dit jaar is het voor het eerst dat we ook in de Noordoostpolder gaan schilderen. Dat is vanwege de 100 jaar Zuiderzeewet. Allemaal rechte lijnen? Bloembollenvelden, windmolens, denk ik. Vooral rond Krijl. Waar veel tulpen nu ook, natuurlijk. Veel tulpen nu ook. Ja? Ja. Okay. Ja, dat is. Tulpenroute is er natuurlijk ook. Ik weet niet wat er allemaal. Ik heb zo'n beetje zo hier in het voorbijgaan richting Urk gezien dat er ook hier hyacintenvelden en zo. Tulpen vast. De tulpenroute is volgens mij nog iets van een week of zo, denk ik. Ja, tot gaat wel sneller, heb ik begrepen. De zon vorige week natuurlijk lekker scheen. Precies, de warmte. Ja. Maar wat je zegt, er komen nationale en internationale kunstenaars. Hoe heb je die contact? Is dat gewoon, dat heb je nou eenmaal als je in die wereld zit, dan gaat het vanzelf. Ik ben conservator in het dagelijks leven van het Zuiderzeemuseum en van het Katwijksmuseum. Dat zijn mijn twee banen. En daar heb ik door daar te werken ook veel contacten met kunstenaars opgebouwd. Ja. Ik heb een aantal van die projecten elders gedaan. Ik heb dat in Vandam, in Egmond Bergen als voormalige kunstenaarskolonies ook gedaan. Mm-hmm. Dus je bouwt dan een soort netwerk aan kunstenaars op. En dat is inderdaad nationaal, internationaal. Er zijn kunstenaars ook nu uit Duitsland bij. 2 kunstenaars, eentje uit Engeland en 1 uit Rusland. Sommigen wonen. De Russisch woont al wel in Nederland, maar heeft dan wel daar een opleiding ook gehad. Zie je dat dan ook als die kunstenaars uit al die landen daar komen? Kun je dan ook aan het kunstwerk zien van, dit moet een kunstenaar uit Rusland zijn of dit is er eentje uit Spanje? Ik vind dat je het wel kan zien. Ik vind dat van wel. Is dat een gekke vraag? Ik denk dat wij toch, en dat zie je in het verleden eigenlijk ook, dat wij net anders kijken dan een Duitse kunstenaar. Of het maar waar zit dat dan voorliefde in? Ja, ik weet niet wat dat is eigenlijk. Nee. Wat was hun eerste reactie überhaupt dat ze naar Urk en naar het Oostpolder gingen? Ik kan me voorstellen dat Oostpolders even gingen krabbelen. Zo, wat moeten we daar nou? Over het algemeen is iedereen altijd heel enthousiast als ze gevraagd worden om aan een project mee te werken. Zeker als je. Ze hoeven dat. Het kost niks. Het is, wordt dus allemaal gesponsord door allerlei organisaties. En ze krijgen een onkostenvergoeding Ze krijgen gewoon alles. Dus de accommodatie en het eten wordt allemaal voor gezorgd. Ja. En het zijn professionele kunstenaars. Ja. Dus zij willen gewoon graag schilderen. Ja.
En sommige, er zijn er twee die het 5 jaar geleden hier ook waren. Die dus meteen, wauw, we gaan weer naar Urk. Ja. En in Noordoostpolder krijg je dan even bij. Ja. Maar die werken die ze maken, die kunnen ze dan ook weer verkopen? Die kunnen ze ook verkopen, want het werk wordt dan tentoongesteld vanaf 5 mei in het gemeentehuis en het cultuurhuis. Oh ja. En later nog in Emmeloord nog. Ja. En dan is het werk ook te koop. Dus alles wat in de week gemaakt wordt, is dan ook te koop. Mm-hmm. En hoeveel werken maken ze? Ja, in principe wel één. Ze hebben natuurlijk maar een paar dagen. Natuurlijk als het 5 mei al tentoongesteld is, ja. Is vrijdag natuurlijk al. Ja, het is een beetje wisselend. De ene werkt wat sneller dan de andere. Dus je hebt dan, sommige maken er 2 per dag. Of andere 1 per dag. Ligt een beetje aan hoe ze werken. Ja. En er zit voor het eerst trouwens ook een fotograaf bij. Dus het werkt weer heel anders. Oh ja. Dat is ook wel heel spannend. Kunnen we ze ook aan het werk zien, die schilders? Mag bezoeken, mogen publiek daarbij mag zijn? Mag ze aan het werk zien. Kunnen ze ook vragen stellen. Aanraken. Maar niet aankomen. Ja. Nee, niet aankomen. Niet aan de kunstwerk. Nee, dus we hebben wel een soort programma wat er... Dus vandaag zijn ze vanaf 2 uur ongeveer bij de scheepswerf in... zeg maar richting vuurtoren aan het werk. Ja. Op die plek. Ja. En dan morgen aan de vissershaven aan de andere kant... Mm-hmm. Richting Scheepswerf van Metz en zo, die kant op. Mm-hmm. Dan woensdag het dorp ergens. Dus dat is heel wijd. Alle kanten op. Dus dan waaieren ze wat verder uit. Mm-hmm. En dan donderdag en vrijdag in de Noordoostpolder de Tulpenvelden. Ja, het is hopen dat het een beetje goed weer wordt. Dat dan. Hoop ik wel. Het zou vanaf weer vanaf woensdag, donderdag. Ja. Ja, woensdag, donderdag wordt het wat droger. Ja. Maar dan hebben we 2013 gehad, 2018, dus 2023. Heb je de uitnodiging al verstuurd? Dat zou wel kunnen. Nee, ik heb nog niet verstuurd. Maar ik vind het altijd spannend om andere keuzes te maken. Dus het kan dus heel goed zijn ook dat dan kunstenaars tegenkomen. Dat zou ook nog kunnen. Ja. Kunstenaars tegenkomen die je dan op een ander project ziet of die je elders ziet, die je dan kan uitnodigen voor over zoveel jaar. Ja, ik zou het heel leuk vinden om nog een keer terug te komen op Urk. Nou, je bent ook op televisie te zien. Want ze komen vandaag ook nog bij jou filmen. Ja. Dus jij moet ook snel weer terug naar Urk, denk ik. Hè? Want daar komen ze naartoe. In eerste instantie naar Urk. Goed. Ja. Nou, heel leuk dat je even wilde komen. En veel succes met het festival. Zoals je dat zelf ik kom zelf kijken. Ja. Kijken wat het geworden is. Zeker doen. 30 april tot met 4 mei. En dan vanaf 5 mei zijn ze dus te zien. De werken ook te koop. Ja, zeker. André van der Veld, hartelijk dank.